Assembleelid Mahinder Joggi is niet tevreden met de voordracht van Mark Waaldijk als de nieuwe algemene directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij zegt aan onze nieuwsdienst dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor het ziekenhuis. Joggi vraagt zich af of de overige mensen die werkzaam zijn in AZP het ziekenhuis niet goed kunnen leiden. Hij kan van mening verschillen met mij, het kan, maar ik ben die mening toegedaan. En hier in het parlement hebben we staatsbedrijven op tafel gelegd. En meneer Misikaba zelf van de coalitie, meneer Parmisser van de coalitie, hebben gezegd dat staatsbedrijven op tafel, en met name is staatsolie toen genoemd, toch? De vele verspillingen. Moeten we morgen daar zien dat de ambulances allemaal van AVS zijn bij AZ? Moeten we morgen daar zien dat alle wachthuizen van Pre-Camp zijn? Toch? Familierelaties zijn gelegd en getoond hier in het parlement. Waar meneer Misikaba zelf heeft gezegd van luister, dit kan niet. En dezelfde meneer heeft ook gezeten in de commissie van de Alcoa. En het resultaat van de onderhandeling is door het parlement helemaal aan flarden geslagen. Toch moet je deze mensen nog belonen? Hebben we geen andere capabele Surinamers, jongeren, die dit werk kunnen doen, het bedrijf Academisch Ziekenhuis goed kunnen leiden? Er moet een nieuwbouw komen straks bij AZ. Moeten we dan datzelfde traject doorgaan, zoals de bouw van de andere dingen, de andere projecten waar zoveel middelen zijn gebruikt? Dus ik verzoek, daarom heb ik gezegd, president, met Begiu. Speel geen domino met het volk. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid is een andere mening toegedaan over deze kwestie. De bewindsman zei vandaag in het parlement dat Waaldijk, die jaren de scepter heeft gezwaaid bij staatsolie, uit meerdere kandidaten is voorgedragen door een speciale presidentiële commissie. De minister heeft daarom geen bezwaar met deze voordracht. De heer Waaldijk is inderdaad voorgedragen door de presidentiële commissie herstructurering volksgezondheid, die de opdracht van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder heeft gekregen. Meerdere kandidaten zijn beoordeeld. Er zijn gesprekken geweest met meerdere kandidaten. En op basis van de tientallen dienstjaren die meneer Waaldijk heeft bij een andere parastataal, of had bij een andere parastataal, is kennelijk gebleken dat de aandeelhouder tevreden was over de prestaties van de heer Waaldijk. En is dus meneer Waaldijk ook voorgedragen om voor een aantal jaar als algemeen directeur te fungeren bij het AZP. Met betrekking tot zijn contract en bezoldiging, dat is nog geen feit. Dat is ook aan de vertegenwoordiger van de aandeelhouder voorgelegd. Dus ik wacht daar ook op. Maar zover ik heb kunnen beoordelen, de vraag van een aantal leden te beantwoorden, is er geen sprake van een gigantisch bedrag. Aldus de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, vandaag in het parlement. Delen van de oppositie zijn fel tegen de benoeming van Mark Waaldijk als algemeen directeur van AZP. Minister Pengel daarentegen heeft geen bezwaar met deze aanstelling. Het is nog niet bekend wanneer de officiële aanstelling van Waaldijk als de nieuwe algemene directeur van het AZP plaatsvindt.